In Gent zitten zo'n 30.000 studenten op kot. De stad Gent wil erop toezien dat de koten veilig en kwalitatief zijn. Woonkwaliteit is namelijk een van de zaken waar de stad in investeert. De stad doet dat voor alle woningen en daarbij horen ook de studentenkamers. De dienst Wono organiseert al voor de derde keer een informatieavond voor koteigenaars op 24 maart. Informeren is maar één aspect. We gaan werken op drie vlakken. Enerzijds is het zo dat het algemeen bouwreglement is aangepast. En daarmee willen we voorkomen dat particuliere of private investeerders of ontwikkelaars ook kunnen inzetten op het bouwen van studentenkamers die dan meteen voldoen aan alle mogelijke normen en regels. Onze controleurs die gaan ook wekelijks al dan niet samen met de brandweer op pad. Op die manier gaan ze systematisch heel veel studentenkamers screenen. En we willen op die manier de kotbazen stimuleren om te werken aan de kwaliteit, maar ook aan de leefbaarheid van de koten. Anderzijds is het ook zo dat we als stad vinden dat we de kotbazen moeten informeren. Vroeger gingen controleurs van de stad Gent samen met de preventionist van de brandweer van Gent koten inspecteren na een klacht. Sedert deze zomer werken ze ook proactief. Ze controleren nu naast klachten ook adressen uit het bestand van de brandweer. De controleur van de afdeling Bouw- en Woontoezicht spitst zich vooral toe op het comfort, de gemeenschappelijke voorzieningen, het sanitair en levensbelangrijk CO. In de kamer gaan we vooral naar de verwarmingsinstallatie ook gaan kijken. Dus dat moet een veilige installatie zijn uiteraard, waardoor geen CO-intoxicatie mogelijk zou kunnen zijn op de kamer. Dus wat is dat? Dat er gesloten toestel moet zijn. Daarnaast gaan we ook gaan kijken naar het comfort een beetje van de woning. Dus zijn er voldoende stopcontacten aanwezig om elektrische toestellen aan te sluiten? En ook moet er steeds een lavabo aanwezig zijn. Dus die lavabo moet ook voorzien zijn van uiteraard van warm en koud water. Terwijl de controleurs van de afdeling Bouw- en Woontoezicht kijken naar woonkwaliteit, controleert de brandweer van Gent op brandveiligheid. We gaan in eerste instantie het gebouw bekijken, hè, zoals het zich aanbiedt. Hè. Dat betekent dus de structuren van het gebouw. De vloeren, de wanden, de plafonds, de trap enzovoort. Een ander aspect van brandveiligheid is uiteraard de actieve beveiliging. En dat zijn dus al die elementen die je nodig hebt op het ogenblik dat het fout loopt. En dat zijn in eerste instantie de detectie, de rookdetectie. Hier hebben we een goede rookdetectie op twee niveaus. En natuurlijk mag ook blusmateriaal niet ontbreken. Meer info hierover krijg je op de infosessie. Als het studentenkot niet in orde is, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kot kan onbewoonbaar worden verklaard. Koteigenaars doen er dus goed aan een kwalitatieve studentenkamer te verhuren en zich goed te informeren. De infosessie voor Gentse kotbazen vindt plaats in het UFO-gebouw, het Universiteitsforum in de Sint-Pietersnieuwstraat, op 24 maart om 8 uur. Inschrijven kan via Gentinfo op 09210 1010. Heb je nog vragen over koten en veiligheid? Bel dan naar de dienst Wonen op 09-266-76-44. Onze agenda. Tijdens de Jeugdboekenweek kunnen kinderen op zoek naar de mooiste, spannendste en droevigste geheimen in boeken en verhalen tijdens een van de vele activiteiten in de Gentse bibliotheken. Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Hogeschool Gent, Universiteit Gent en Stad Gent roepen de Gentenaars die dag op om samen het wereldrecord handen schudden te breken. Fantasy Design in Community is een internationaal design-educatief project met kinderen en jongeren van België, Denemarken, Finland en Spanje. In elk van de deelprojecten werkten de kinderen en jongeren samen met professionele designers. Dit was StadsTV Gent. Op gent.be kan je deze uitzending opnieuw bekijken of via AVS Digitext Gemeente TV Gent. Met vragen kan je terecht bij Gent Info op 09 210 1010. Tot volgende week!